BTW verleggen. Wat, wanneer en hoe? De BTW-verleggingsregeling is een ingewikkelde term voor een vrij eenvoudig en vooral heel nuttig concept voor aan- en verkopen binnen de Europese Unie. Wat betekent BTW verlegd in België? Het systeem werd in het leven geroepen om de BTW te vereenvoudigen in een wereld waarin we alsmaar meer internationaal handelen. Het idee erachter is om het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese Unie te vergemakkelijken. Concreet wil dit zeggen dat je als verkoper bij de verhandeling van goederen en diensten tussen twee BTW-plichtige entiteiten in de Europese Unie geen BTW aanrekent. Wanneer mag je BTW verleggen? De regeling is alleen van toepassing bij een transactie tussen twee bedrijven die BTW-plichtig zijn en die belastbaar zijn in hun eigen land. Laten we een voorbeeld nemen. De Belgische onderneemster Emily ontwerpt meubels op maat en een Portugese klant heeft voor 1000 euro een meubelstuk van haar gekocht. Ze is klaar om haar factuur op te sturen. Emily moet eerst nagaan of het BTW-nummer van haar klant geldig is. De Europese Commissie heeft een website gemaakt die je hierbij kan helpen. Dankzij deze tool kan Emily bevestigen dat haar klant BTW-plichtig is. Daarnaast heeft ze ook een bewijsdocument nodig dat haar meubelstuk België heeft verlaten richting Portugal. In dit geval zal ze geen BTW aanrekenen en zal haar klant haar 1000 euro betalen. Hoe maak je een factuur met BTW verlegd? Als verkoper heeft Emily twee verantwoordelijkheden bij het opmaken van haar factuur. Ten eerste zal ze de 0% BTW op haar factuur moeten verklaren door te verwijzen naar de BTW-verleggingsregeling. In haar geval gaat het om een goed en zal ze het volgende vermelden op haar factuur. Maar indien het om een dienst zou gaan, voeg je deze verplichte vermelding toe. Op die manier kan Emily haar klant de BTW aangeven en terugvorderen tegen de tarieven die gelden in zijn of haar land. Bovenop het correct opstellen van de factuur zal Emily ook moeten bewijzen dat de levering plaatsvond in het buitenland, met een vervoersdocument of een bestelbon. Wat is de impact op je BTW-aangifte? In de BTW-aangifte van Emily zal de BTW-verlegging twee keer vermeld moeten worden. In rooster 55 verschuldigde intracommunautaire BTW en in rooster 59 terug te vorderen BTW. Dit is een nuloperatie, maar één die wel verplicht vermeld moet worden in haar BTW-aangifte. Let op, er zijn een aantal uitzonderingen. Sommige diensten worden belast op de plaats van de dienstverlening en vallen dus niet onder de BTW-verleggingsregeling. Zo zal een architect die in België gevestigd is en in Spanje een vakantiehuis bouwt, Spaanse BTW aanrekenen aan de koper. Een ander voorbeeld, een Belg die in Frankrijk op restaurant gaat, zal Franse BTW betalen. Samengevat is de BTW-verleggingsregeling simpelweg een manier om de transacties binnen de EU tussen BTW-plichtige entiteiten te vergemakkelijken. Wel moet je voorzichtig omgaan met dit systeem, anders loop je het risico op administratieve sancties. In Accountable kan je eenvoudig je factuur opstellen conform de wet en wordt dit automatisch opgenomen in je BTW-aangifte. Gemakkelijker kan niet. Bedankt om te volgen en tot de volgende keer.